My name is Quently Barbara. Ik ben een beeldende kunstenaar. Ik ben 29 jaar oud. Ik maak normaal gesproken beelden of sculpturen die autobiografisch zijn. Dus ze gaan over verhalen van mijn familie, vrienden en kennis die ik ken. Ik heb Tula gekozen als verzetsheld eigenlijk. Omdat ik zelf vanuit Curaçao kom en ja, ik heb altijd het verhaal over Tula gehoord en ook op school geleerd. Ik heb ja, meerdere onderzoeken gedaan over Tula, maar ik wil ook andere slaven ook erbij ook, uitbeelden. En die zijn Mercier, Wakao en Bastian Carpata. Die verzetshelden denk ik dat ik wil graag in beeld brengen met mijn kunstwerk. We zijn samen met de deelnemers in gesprek gegaan over verzetstrijders. Welke verzetstrijder is belangrijk voor hun. En dat wil ik samen met hun een beetje uitbeelden. De deelnemers zijn mij aan het helpen met vormen van de karton die ik wil hebben om ze straks te gaan met peurschuim spuiten, zodat ik een bepaalde vorm kan krijgen om menselijke sculpturen te maken. Dus Emmanuel is mij nu aan het helpen met dat. En Amber is mij aan het helpen met paraplu's aan het beschilderen. Ja, en zij is nu bezig met een soort gezegde, of je kan zeggen slogan, die heeft Tula eigenlijk verteld aan een pater die hij ging in gesprek mee tijdens de opstand eigenlijk. Ik heb bedacht om een sculptuur te maken eigenlijk, puur omdat ik hou van sculpturen maken momenteel. Ik heb karton gekozen omdat het is een materiaal die ik normaal gesproken veel gebruik om sculpturen te maken. Maar het is ook een materiaal die heel soort van waardeloos is gezien door mensen. Het heeft misschien één functie of twee functies om dingen te bewaren of je kan ja, materialen instoppen en dan verzenden, maar daarna heeft het gewoon geen iets nuttig mee. Dus ik zie het ook een soort van uitgangspunt tijdens de slavernijverleden, dat de slaven waren ook gezien als goederen, maar toch dat ze zijn ook waardeloos. Dus, dat ze geen mensen zijn of zo. Dus ik denk, als ik die verbinding maak met het materiaal dat ik heb gekozen, dat het wel ja, iets voor mijn werk betekende. Ik gebruik ook peurschuim en ik denk, peurschuim is puur om alles een beetje samen vast te kunnen binden en ook een beetje het sculptuur zelf een beetje stabieler maken.